viewers. Ons is in die strate van Perel weer eens. Strate van Smarty Town. Op pad naar mijn broer van nu toe. O King B. Ik ga luisteren wat hij te sê het. Maar ook ons meest belangrijk. Wat die man kan spoeg, man. Staan. So, ja. Dus kijk wat die man gaat doen. King B. Yes. Ja, kom weer spoeg, man. Ik heb hier kom inrijden in die Perelse straten. Je kan zien, dat is een niet zo. Want die achtergrond is weer aan de machine. Dat is een niet zo. Hoe lang is dat zo? Ja, mijn hele leven. Ik is nu 22 jaar in de wereld. Dat is maar van zo. Dus ik bestaan op die hip-hop en alle influencers van die muziek komen hier uit die Perel die gronden. Meestal uit die Perel, maar mijn eindelijke jaar is aan die bie. Aan die bie? Yes. Ik heb begonnen en eerst op Laarschool. Toen ik lekker belang gesteld in wat ik wil doen. Toen kom hier ik ook al die eerste keer wat mijn Cayman gebracht bij die school, Laarschool, wat ik geweest heb. Toen dat ik een metal cijfer had, toen ik gelijk voor me van dat ik mag proberen. En ja, ik was wat zie ik, ik kan niet. Ik kan niet schrijven, maar ook ik heb het geprobeerd. Ik heb geluid wat die mannen doen. En ik heb het proberen. Ik ga kijken of het in mijn jeans is. Want ik heb die nog aan mijn familie afgegaan. En alle speelinstrumenten, maar. Azië vocalist, ja. Maar zo zou je geleerd. Jij probeert bij te staan, jij is een producer ook. Ja. Zo zou je bij je leidt zo'n kans om te doen. Ja, ik zie als ze van mij zeggen, Biggie, ik maak een namen maar kom naar mij toe. Als ik, oké, kom die dag. En dan record ik alles. Zo zeg ik, ook leid ik iets wat hiervoor in mijn plekken. Wat ik begin wil gerippen, dat het nog dan zijn eigen studio. Alle wil gerippen, toen geven alle kans. En vandaag maken ze ook hun eigen muziek, hun eigen studio, die een wat. Ik eindelijk moest zatsen. Hij is een producer. Hij was ook een beetje het opje gestrakken om hier naar die stappen te announce en zo. Maar vandaag het jou lijkt en hij heeft zelf op een level gekregen. Hij is zelf ook ik was. Maar zo bestaan ze om te denken om die drijven de rota zo hij toe kan bij jou gekomen samen. Ja, hoe is het? Toen was hij een jaar of 14. Niet een 14. Toen was hij met z'n stem heel goed. Hij ook lekker van mij opgerold. En ik ben koud. Dus dat is een klein plekje. Ah, zo je lang? Ja, ik ga op een rij tot de hele paar tricks, oude tricks aan. En onze stans is een rassenkie. Wat die de chorus doen. Wat is een eentje van die moeder. Van die moeder danken te zien. Maar ik zie, toen zij daar lekker mannen van week bestaan, die dan aan hemelpjes in hoeken. Ja, ik heb zo'n hemelpjes aan geweest. Maar iets aan ons, pak iets aan ons van die getuies. Met Carolan Legacy. Nou, Lone Legacy, ik zie die teaser. Daarom zou die mensen gaan zien, nou, Lone Legacy. Nou, waar we gaan Lone Legacy op? Oké, okay, ik heb Lone Legacy gesticht en toen ik 16, nadat ik in de kroeg gezet met die oude wat mijn kamer gebracht heb. Toen stag ik Lone Legacy, want ik heb uit mijn gelos op een punt waar ik alleen is. Toen denk ik, jij, ik heb de kroon nodig. Ik heb eerst een naam gehad, MSA, mijn steen in de record. Maar toen zeg ik ook, daar was nog even mijn iets passief voor, iets wat like, mensen aantrekt en wat de jacht betreft. Toen kom ik dat, oké, ik is alleen. Maar wat ik ga doen, mijn passie, ik ga een legacy achterlaten, Lone Legacy. Maar het is Lone Legacy, ik zei nou, maar het is nog altijd Lone Legacy Studios. Oké. Ook als jouw ding van de muziek is. Je lijkt mensen betrekken, je lijkt je youth betrekken en je lijkt mensen in gehoor krijgen in muziek. Ja, groeien bij muziek achterkomt. Ik is een man, ik lijk uit de rijk en dan als zij niet like een unpits op mij, nee, oké, okay, is fijn. Ik respect het, ook als ik een vat, ik is in je league of zo. Nie. Maar ik lijk werk met mensen, ik heb onlangs met like die van Lijnsburg, Marco en Interplans. Ik heb nog een paar recordings gedaan en wat. Omdat hij uitgereikt naar mij, reik ik uit naar hom. Iedereen wat komt naar mij toe, dan was ik like, oké, ik is game, wat maak je zaak, hoe je muziek is, het is een passie voor muziek, zo, ik ga zamen. Alles, zei hulle, oké, trekken, die kwijt, hoe kom hij bro aan? Als hoe kom hij bro aan? Als omdat die man niet de passie van wat hij moet doen, en ik support die passie. Jij is focus, jouw gedachtegangen, jouw uitgangspunt is, de muziek moet groeien, ja.
ons moet nie ons met die land steek, maar want almal luister okay Engelse musiek van die buitelands en hy mense jou hier is local artists in jou plek in, maar hulle support nie die local artists die Migos, Drake okay, hulle is kwaai maar hier het jy met Drake een wat okay, hy is gevaarlik, hier is jou support die man, sy kan die man paraat saam met hom, sy kan sy hand vat luister sy musiek elke dag, sy kyk die man in die gezicht. Maar nou is die man, hy kom perform, nou en dan kom perform in Joburg en hoeveel betaal sy kut om Joburg te vlug en te gaan support. Nie soos jou local artist, so ek is all about it, ek wil my local artist opbring, ek wil weet my local artist, ek wil local groot maak, en soos aya van die mense wat ek ook al moet gewerk het in die past, en ek het gerekord met Argel, ek het gerekord met Ethan Patton, baie mense in Mossel Bay, Keanu Sting, 565. Ok, so die man het al bietjie weit gegaan. Yeah. Wat so daai is, so jy het jou production been, jy het jou youth development been, en daar het jy moos jou spoof been, en dis moos ook om Aussie is. Ons soek die spoof been, ons wil sien, wat kan King B vir ons gee. Maar ons gaan nie hier doen nie, want die maak een rasie. Die maak een rasie, ons kan ons mense besef, Abie Sara. So ja, by the way, ons had een lekker renew kreeg, dat gaat dus geen psychiek. Ja. Daar zit. King B. Alles is ziek op een beat, ik ga naar beat break. Jelle rappers weet dat ik is hier in een weed leak. As ek klaar maak het ek pap rappers een weed leak. Hulle sê dat King Beat so many big leak. It's all met goats en OG's die music ek proceed. Hulle weet wie's die jou bro van nou omdat ek met goats lead. Son of a queen, want ek weet ek kan. Ek is King B bro, ik maak een beat aan. Ek brand in no shoulders. A dead skull als ek heilie. Jelle kan maar kom met bro, my punchlines is Bailey. Jelle kan kom bro, soos Emse heilie. Ek kan klaar maak bro, ek sal in skade maar zij Friday. Top gun, top one, ek is top man. Julle weet dat ek is running man, but I don't run pants, line suiters. En rappers uit op my omdat ek recruit is. Ek het die broes achter my binnen beauty peasants. Hulle kan kom my bro, want ek soek al my broes in heaven. Lonely is die next generation, kom laat ons maar voortgaan. Julle weet as ek klaar maak, is die paaste aan die woord man. As words is die presenters, ek is die demony. Uit op my bro, maar ek kom nie met die energy. Om entity, die negativity, om julle uit. Hulle sê King beat die pins, soos Moses, jou skal ek separate. Ek is die greatest of die great, ek is a goudie. Mounen, jylle rap is Conan, hoogie. Jylle rap is ek is permanent soos a kookie. Leine gedro bro, maar da's hier a foutie. Ek is aan strijd soos a roole. Hulle dank dat ek hou my net koene. Maar as ek klaar maak, dat sal ek in a poe. En ek het panses vir enige doel. Ek sit die lijne nou terug hoe ek my straten vol baas het. As hy versies en ek zweer dat ek is een paaste. Koos die is even niet die way ek gebles is. Ek kus nie bro, maar ek is nooit restless. Ek slaap altyd nie op een pans nie. Hy doop my bro, want nie dra ons aan die pansie. Die sandals kan party, maar zij moet zang so naar een bansie. Ek sit my die tent op, maar niemand gaan kampie. Aan die brandie, ek sien vet hamtie. Maar zij kan nie vir my van hy meer afstamp nie. My baas bou ek nes een tronk tralie. King B die mal the tank, low niggas in the army. Yo. King B. Nice. I was no egovis. Yo, kijk die, but anyway, join us WhatsApp group. We say the music. We say alles wat Ozzy zo record, see us op die group. Follow me on Instagram, Israel Thijs. En een douw. Het zijn niet een spoegje, joh, mooi. Ja.